Chalarmeizen. Vorige week kwam papa bij mij en hij zei: jongen, ik ga op Facebook. Wat is dat toch met al die oude mensen op Facebook? Jezus. Ik zei aan papa: als je per se wil scoren, ga dan op Tinder. Maar het is voor de verkiezingen, zegt hij. Ja, dan is Facebook beter, hè. Wat wel wijs is, is dat ik de pagina mag beheren. Ja! Als omslagfoto moest het de foto van Antwerpen zijn. De profielfoto was moeilijker. Heeft iemand mijn papa ooit al eens zien lachen? Ik niet, hoor. Ik ben echt al lang aan het zoeken naar een mooie foto van papa. Ik ben zijn gezicht intussen een beetje beu gezien. Inmiddels in Antwerpen had ook volgens de recente peilingen. Ik had er wel een paar gevonden. Hier lacht hij. Maar Facebook heeft die geweigerd. Wegens te naakt. En hier zag jij er ook heel gelukkig uit. Maar papa wou liever niet dat onkel Jamie ook op zijn profielfoto stond. Uiteindelijk heb ik dan maar een fotograaf laten komen. Ik heb gezegd: papa, toon je breedste glimlach ooit. En dat is het geworden. Tja. Ik ben bezig met papa zijn eerste post. Ja, dat is papa zijn lijfspreuk. Hij zei dat ook toen het Theo Frank een staatssecretaris maakte. Tja, goesje. Er zijn keiveel vriendschapverzoeken. Hier, Christophe Calvo. Verwijderen. Push them. Dat is die vriend van papa. Ik heb die wel nog nooit gezien. Bevestig zeker. Ook hier, Chris Peters. Eerst wat met jullie met de groene en nu denken dat hij vriendjes kan zijn. Verwijderen. Of nee, we kunnen die misschien nog nodig hebben. Bevestigen. Tina Tarzago. Amai. Verwijderen. Mijn papa is gelukkig getrouwd. Tarzago Bikini. Papa is vandaag gaan rondrijden met de politie. En dat is gefilmd. Dus ik stelde voor om die links te posten. Ik kwaad. Niks links op mijn Facebook. Maar ja, na wat uitleg was ze wel enthousiast. Ik moest er zeker bij vermelden dat de politie veiliger rijdt dan ooit. En dat het aantal ongevallen heel sterk verminderd is. Jasper, zet je post af. Er zijn juist 2 combi's tegen elkaar gekraald. We maken ons belachelijk. Zeg, ja, oké, rustig. Kal het eraf. Heb jij die flikken iets misdaan misschien? Het is precies dat ze het expres doen om je te pesten. Na dat fiasco met de combi's wat papa iets ludieker. Hij heeft dit gestuurd. Ik zeg pa, en dat is echt zo 2016. De nieuwste hype is Chavel drinken. Je gaat dat nu straks ook doen. Misschien dat zijn mondhoeken nu wel naar omhoog zijn gaan.